Hij is 24 jaar, komt van RKC Waalwijk en is door FC Den Bosch voor een jaar gehuurd. We hebben het allemaal over Virgil Zelderust en hem stellen we graag aan u voor. Hallo trouwkijkers, ik ben Virgil Zelderust. Ik ben 24 jaar, ik word gehuurd van RKC Waalwijk. Virgil, je bent geboren in Suriname en daarna naar Nederland gekomen, al heel jong. Ja, klopt. Ongeveer toen ik 3 à 4 jaar was, ben ik al naar Rotterdam gekomen, Nederland gekomen. En sindsdien heb ik altijd in Rotterdam gewoond. En van daaruit is jouw voetballoopbaan ook begonnen? Ja, het is vrij jong begonnen. Merendeels op straat. Ik kende veldvoetbal nog niet. En ik leerde het, op late leeftijd leerde ik het kennen. Ongeveer rond mijn 10e ben ik bij Bonnes toen ben ik begonnen met veldvoetbal. Ja. Maar op straat voetballen, dat levert meestal goede voetballers op, hè? Ja, dat is zeker zo. Daar leer je toch wel de straattrucjes, de behendigheid. En ja, je leert ook wel tactisch sterk te worden, omdat ja, je bent met echte rasvoetballers aan het voetballen. En die zijn gewoon technisch en tactisch heel sterk. Ja. Je hebt een wedstrijdje, als ik het goed gezien heb, een wedstrijdje of 15 gespeeld bij de Beloftes. Ook veel gescoord, hè? Ja, klopt. Ik had een goed seizoen, vorig seizoen. Ik heb 12 goals heb ik gemaakt. Wat gewoon heerlijk voor mij is, omdat ik een buitenspeler ben en dat je dan ook kan laten zien dat je gewoon koelbloedig voor de goal bent. Het seizoen daarvoor heb ik ook 18 goals gemaakt, dus het is voor mij sowieso lekker dat ik mijn goals maak, want dat is ook belangrijk. Het is niet alleen maar meer assists geven, het is ook laten zien dat je een goal kan maken om een stap te maken, zeg maar, hogerop. Ja. En dat heeft RKC ook heel duidelijk in jou gezien, want die hebben jou een contract aangeboden tot 2015, terwijl we de bal op onze oren krijgen. Ja, klopt. Ik heb het contract tot 2015 en daar hoop ik gewoon volop gebruik van te maken. Omdat ja, het zijn 2 jaren. Het is lekker om 2 jaar vast te liggen, maar het is ook aan mij om te bewijzen in die 2 jaar dat ik om een verlenging uit te slepen of te laten zien dat ik toe ben aan een volgende stap in mijn carrière. Ja. En daar ga ik nu gewoon vol voor. Ja. Je hebt een aantal wedstrijden gespeeld voor het eerste van RKC. Toch hebben ze je verhuurd aan FC Den Bosch. Waarom? Het is mijn eigen keus geweest om verhuurd te worden, dat ten eerste. Omdat ik vind dat ik, omdat ik vooral zo laat ben gekomen in het profcarrière, in het profvoetbal, dat ik gewoon mezelf moet laten zien elke week. Dat ik wekelijks aan spelen moet toekomen en belangrijk kan zijn. Dat ik een week goed speel, maar een week ook weer slecht speel om stabiel te worden in wie ik ben, om mezelf te profileren. En, bij RKC had ik niet het gevoel dat ik die kans zou krijgen, dat ik elke week zou kunnen gaan spelen. Dus ben ik gaan overleggen met mijn zakenwaarnemer en we zijn eruit gekomen dat ik voor verhuur zou kiezen. Ja. En waarom dan FC Den Bosch? Mijn zakenwaarnemer Frank die heeft hier al een aantal spelers lopen, Benjamin, Baks. Frank, wie? Frank Schouten, sorry. En die heeft mij verteld dat het een hele goede club is, gemoedelijk. Ambitieus en dat is gewoon wat ik nodig heb en wat ik wil. En bovendien Fred van der Hoorn was ook heel positief en ik was gelijk overgehaald na een gesprek. Ja. En dan kom je bij FC Den Bosch, een hele goede eerste wedstrijd en je scoort meteen. Ja, was zeker lekker. Al vind ik zelf dat ik die wedstrijd niet kon laten zien wat ik wou laten zien in de eerste wedstrijd. Maar ik ben wel belangrijk geweest met een goal en dat heeft me toch wel een goed gevoel gegeven om het af te sluiten, zeg maar, die wedstrijd. En dan gaat het eigenlijk steeds beter, want op de positie waar jij staat, op die vleugel, daar laat je ook echt zien dat je goed kunt voetballen. En dan komt die hele vervelende overtreding in de wedstrijd tegen VVV Venlo. Ja, dat was heel vervelend voor mij, omdat ik lekker in mijn vel zat. Ik speelde goede wedstrijden en dan gebeurt er zoiets en dan denk je, oh nee. Hopelijk ben ik er niet lang uit en ik was wel even down. Ik moet zeggen dat het nu al wel goed gaat. Ik heb nog wel een klein beetje last. Maar... Wat was het precies voor een blessure? Het was een enkel blessure, maar ik had ook last van mijn Achillespees. Dus die enkel blessure is zo goed als weg. Maar ik voel nog wel wat aan mijn Achillespees. En dat is gewoon met de dag wordt het beter. En het is gewoon even afwachten tot het helemaal weg is. En ik kan nu ook gewoon trainen, voorzetten geven, schieten. Dus het gaat wel goed. Ja. Maar je zit nog niet bij de hoofdmacht wat de training betreft? Vandaag is dan mijn eerste training met de groep. En ja, het is gewoon een beetje verdeeld. En voor mij het is gewoon vooral zoeken wat ik kan, wat ik niet kan. Of waar ik iets voorzichtig moet zijn. En ik moet zeggen dat het gewoon goed gegaan is en ik hoop gewoon morgen gewoon volop mee te kunnen trainen met de hele groep. Dus even afwachten.
Als dan de vrijdag speelt Den Bosch tegen Jong PSV, denk je dat dat een wedstrijd is waar je al je opwachting zou kunnen maken? Als het aan mij ligt wel. Het was vooral dat ik met de fysio Marco van de Steen heb gekeken wat ik kon doen. Ik heb gisteren zwaar getraind, ik heb de dag daarvoor ook heel zwaar getraind. En vooral dynamisch en kijken welke bewegingen ik wel kon maken en in hoeverre. En het is allemaal goed verlopen, dus hij heeft groen licht gegeven. Dus het is aan de trainer wat hij doet ermee. Ja. Dan toch even kijkend naar de start van FC Den Bosch dit seizoen. Ben je van geschrokken? Wat de resultaten betreft? Ja, toch wel een beetje. Ik had niet verwacht dat we zo weinig zouden scoren. Je ziet dat er voor de goal iets ontbreekt. We zijn net niet scherp genoeg. Net niet de wil om die ene goal te maken die je moet maken. Maar aan de andere kant, achterin staat het gewoon goed. Weinig goals tegengekregen. Ja, de laatste wedstrijden wat meer. Maar daarvoor hebben we echt heel weinig weggegeven. En je ziet toch wel dat we een stugge ploeg hebben. En dat is ook wel belangrijk in de Jupiler League. Want dat heb je gewoon nodig. Het is minder voetbal. Er komt minder voetbal dan in de Eredivisie. En dus, dan heb je wel zo'n ploeg nodig. Ja. Ja. En in zo'n ploeg, dan wil jij graag renderen? Ja, absoluut. Het is voor mij, zodra ik weer terug ben, gewoon volle 100% weer gewoon mijn goals gaan maken. En mijn scoringsdrift terug te krijgen.